Ook dit jaar stonden PSV en Barcelona tegenover elkaar in het toernooi om de Ottercup. Maar waar vorig jaar werd gestreden voor de hoofdprijs, was nu plek 3 de inzet. De eerste kans in de wedstrijd voor de Catalanen, voor deze Ruiz Ortega. Zowel PSV als Barcelona wisten de pool te winnen, maar verloren in de kruisfinale. PSV ging onderuit tegen Anderlecht en Barcelona verloor met 2-1 van Manchester United, terwijl hier PSV weg is. Maar Martinez verkleint de hoek, waardoor Fernandes niet tot scoren kan komen. PSV, het zette hoog druk en verovert hier de bal. Mauro er vandoor, maar die stuit opnieuw op doelman Martinez. Vorig jaar dus de finale PSV Barcelona en PSV won toen met 4-0. Terwijl Hatou hier de corner verdient. PSV de betere ploeg in die fase en Rico met de corner. Dan hoort u het fluitje en zit Verret op de grond en krijgt PSV de penalty. Buiten beeld Michael Verret neergehaald door Guerrero en dus de penalty voor PSV. En de kans dus op de voorsprong. Dan de Rico achter de bal. En Rico faalt niet. Keurig ingeschoten. En de verdiende voorsprong voor PSV onder 19. Hard. En in de hoek. Martinez daardoor kansloos. En met die voorsprong op zak ging PSV makkelijker voetballen. Het combineerde lekker. Hier wordt Hatou weggestuurd. Diens voorzet belandt bij de tweede paal bij Robin Schoonbrood. De kopbal van Pirou. En die mist kracht. Maar het was wel tekenend voor het spel van PSV in deze fase. De ploeg van Geert Brusselers, de bovenliggende partij. En ook met de beste kansen. De 1-2 hier van Mauro met Verret. Het overstapje van Pirou en bij de tweede paal helemaal vrijgelaten. Robin Schoonbrood. En PSV op een 2-0 voorsprong. De voorzet van Mauro. Het slimme overstapje van Pirou. En het afmaken dus van Schoonbrood, waardoor PSV met een 2-0 voorsprong ging rusten. Het was de 7e onderlinge ontmoeting tijdens het Ottercup toernooi. 4 daarvan werden door PSV gewonnen. En dit is Fernandes. Met de mooie acties van Dante Rigo. Van deze Dante Rigo. Want ook na rust was PSV de bovenliggende partij. Het schot hier van Sadilek. Hij in de rust in het veld gekomen bij de ploeg van Geert Brusselers. Fernandes. Dan laat Verret die bal lopen omdat hij buitenspel staat, maar gaat de aanval door. Teunissen legt die bal iets te ver terug op Daniels. Maar die vindt Pirou. En dit schot had meer verdiend. Nu een goede aanval van PSV, maar de stand dus nog altijd 2-0. Dan Barcelona nog in de slotfase van de wedstrijd. Het wegdraaien van Ortega. Maar de redding van Mike van der Meulenhof en het eindsignaal, waardoor PSV met 2-0 wint van Barcelona en derde wordt in het Ottercup toernooi.